Het is een trend. Je eigen moestuin of een volkstuin hebben. En dan verse groenten en fruit recht van het land op je bord. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig zijn er allerlei bedrijven die ervoor zorgen dat je toch mee kunt liften op die trend. Zoals Van Grootel Blauwe Bessencultuur. Een familiebedrijf op de grens van Nuenen en Eindhoven dat alweer bijna 50 jaar bestaat. Kijk, dit is de lol, hè? Je emmertje vullen. Helemaal zelf. Met gezonde en vooral ook hartstikke lekkere bessen. Nou, ze zeggen dat ze heel gezond zijn. En ik vind ze ook lekker. Ik maak er jam van. Ik doe ze in een cake. En je kan er alles uit. En zo, hè. Gewoon zo. En dan mogen ze van mij zoveel eten als ze lust. Hoeveel hebben jullie geplukt en hoeveel heb je al gegeten? Nou, een stuk of 30 wel. We gaan ieder jaar appels en peren plukken. Maar dan zijn we met vakantie, dus dit jaar gaan we bessen plukken. En waarom pluk je de bessen? Vanwege de lekkerheid of vanwege de gezondheid? Beide. Ja, we gaan er ook lekkere dingetjes van maken. We gaan er vanmiddag een lekkere taart van maken. We gaan even een mooi receptje opzoeken en dan zijn we ook weer lekker bezig. Nou, het is gewoon leuk om ze te plukken in plaats van ze in de supermarkt te kopen. En ze zijn lekker. Mijn vrouw eet die. En die eet die bij de yoghurt. En mijn schoondochter, die maakt er bessenwijn van. Dus ik denk, weet je wat, ik heb niks te doen. De vrouw is aan het poetsen. Laat mij even bessen gaan plukken. Dus u plukt ze en u kunt straks genieten van al het lekkers wat zij maken? Nee, want ik eet ze naar verand niet. In de yoghurt eet ik ze die. Zo af en toe eet ik ze zo een paar op. Zo. Ze zijn ook super gezond. Je kunt er hartstikke oud mee worden, hè? Ja, maar dat word ik toch al. Ja. Is dat zo? Ja, dat is zo. Dat is zo. Al wat niet goed is, hebben ze uit mijn lichaam verwijderd. Dus de rest moet allemaal goed zijn. Dus ik hoop er nog lang van te genieten. De mensen vinden het heel leuk om dit te doen. Ze komen van heinde en ver. En dan komen ze maken er een dagje uit van. En ja, nou met kleinkinderen en opa's en oma's kleinkinderen. En heel families komen hier. En ze picknicken hier en dan gaan ze weer wat plukken. En maken een dag vol. Heel leuk is dat. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above and a thing called love. In Amerika zijn ze allemaal veel verder op dat gebied, maar er zijn artsen in ziekenhuizen zo die schrijven toch wel sap voor mensen die problemen hebben met als ze chemo hebben. Dan zijn er toch artsen die dan zeggen van nou, je moet best sap drinken. Dat voegt wat toe. Ik eet de hele dag blauwe bessen. Als ik langs de struiken loop, dan gaan ze er, die ik aan kan, die gaan erin. Van Grootel levert aan de handel. En verder worden zijn bessen bij kleinschalige bedrijfjes tot aan Friesland toe verwerkt tot allerlei lekkers. Deze populaire vorm van zelfplukken vind je ook terug bij de Philips Fruittuin. Ook hier is duidelijk merkbaar dat vers, duurzaam en gezond tegenwoordig hartstikke hip is. Absoluut. Ja, je merkt dat mensen gewoon echt wil weten waar het allemaal vandaan komt en hoe het in zijn werk gaat. Hè. Waar groeit het allemaal en wat kun je er allemaal mee doen? Dus ja, dat merken we wel dat daar echt een trend in aan het ontstaan is. En dat is natuurlijk al een aantal jaren, maar je merkt dat steeds meer vorm krijgt. Ja, absoluut. Binnenkort is het hier weer topdrukte. Dan zijn de jaarlijkse plukdagen op 10, 17 en 24 september. Ja, we doen het al een aantal jaren en we weten wat het teweeg brengt en daar kunnen we ons gewoon heel goed op voorbereiden. En dat zullen we dan ook doen en dat doen we ook. Dus en elk jaar heeft het weer een tikkeltje meer voorbereiding en een iets strakkere organisatie. Dus het gaat ieder jaar weer beter. Blauwe bessen plukken bij Van Grootel kan tot ongeveer half september.